Voor mij gaat het er hier om het snel en vlug te maken en dat het nog lekker is ook. Ja, dan heb je geen tijd om een bouillon te trekken en dan vind ik het dus helemaal niet erg als je zo'n kant-en-klare pot bouillon gebruikt bijvoorbeeld. Het is maar voor een hapje tussendoor, maar ga je nou groot koken, dan wordt het toch wel tijd dat je eens een keer zelf leert bouillon te maken. Maar dat doen we dan een andere keer. Dit is een heel klein bouillonnetje, heel simpel. We roosteren er wat brood voor. Er komt een eitje in, er komt wat kaas in. Het is misschien wel een kaassoep. Runderbouillon, bieslook, wat boter. En simpel dus, je maakt de bouillon warm. En ja, wacht eens even, we doen wel een truc. We gaan een eitje erbij pocheren. Dat maakt het nog even wat mooier. En verder is het allemaal gewoon in een kommetje doen en een beetje warm maken. Een kind kan deze soep maken.